Net als Linde de Mol zijn we groot liefhebber van Scandinavische dramaseries, met name krimis. Dus met extra belangstelling gekeken naar haar oer-Nederlandse bijdrage aan het genre, Diepe Gronden op SBS6. De door Wil Koopman geregisseerde detective, met Linda zelf als profiler, is beslist de moeite waard, maar blijft qua spanning en sfeer wat mij betreft wel wat achter bij het niveau dat we uit Scandinavië gewend zijn. Het eerste deel van Diepe Gronden scoorde 837.000 kijkers. En naar het vervolg keken 784.000 mensen. Misschien voor de makers wat teleurstellend, maar zeker voor SBS6 natuurlijk prima cijfers. Wat in elk geval niet helpt bij live lineair kijken, is dat Diepe Gronden wordt onderbroken door ellenlange reclameblokken. Voor series als deze is dat killing, die zijn er echt niet voor gemaakt. Opnemen en terugkijken of bingen via Videoland is de enige remedie.